Beste kijkers, op 18 mei een Ajax slotstand van 705 punten. En dat kwam door de slotrotatie. Er werd er nog even snel een puntje afgesnoept door de beer. Met als resultaat dat er nu een zwarte candle staat. Wel de swingteller nog een tandje hoger naar plus 2. En de RSI aanschurkend tegen de 50. En vooralsnog weigerend om de 50-lijn te passeren. En dat betekent dat de huidige upstatus zwak is. Liefst zien we natuurlijk alle indicatoren in een plus staan met witte candles. Dan hebben we officieel de up-status te pakken op het dashboard. Hetgeen dus nu niet het geval is. Tel daarbij op dat we eigenlijk midden in de range bivakeren. Met aan de bovenkant nog steeds die beruchte 7,19 passage. En onderin het veld 6,92 tot 6,95. Gelijk aan de SMA en de Fibo grid lijn. Dus eigenlijk op zich niet zo gek veel wijziging in het technische beeld. Pogingen van de bulls om nog naar boven toe te bewegen worden redelijk snel afgestraft door de beer. Aan de andere kant is het zo dat de beer ook nog niet echt veel poot aan de grond krijgt. Want dan moet alles in de min schieten en dat is niet het geval. Beetje aanmodderen, we gaan eens kijken wat er verder nog bij komt. Misschien morgen opnieuw een witte candle richting die 719. Zo niet dan oppassen voor wat stabilisatie zo tegen die 710 passagegrens aan. Dat betekent wel overigens dat de gap die er eerder is geplaatst, eerder is gemaakt beter gezegd, die is nu opgevuld. En dat mag toch wel een tekentje aan de wand zijn. Zeker nu de beren van plan zijn om misschien nog wat meer druk te gaan uitoefenen. Fragiel, dat nog wel. Fragiel, spannend. Nogmaals met kansen voor beer en stier. En we gaan eens kijken wat de spelers morgen voor ons in petto hebben. De DAX geeft ook een spannend verhaal. Namelijk vandaag een poging gedaan om boven die rode streep uit te torsen. Maar het is niet gelukt. De slotkoers werd uiteindelijk weer onder de rode lijnen gezet. En dat betekent dat er ook hier aarzelingen zijn bij de bulls om echt lekker door te stomen. Het wordt ze waarschijnlijk niet echt gegund. Swingteller stuurt daar wel op aan met plus 3. RSI ruim boven de 50-lijn. Maar u begrijpt, de witte candles moeten terugkeren. Wit boven 15.500. Dan zijn de bulls volledig los en kunnen we de in korte termijn uptrend een goede impuls geven. Ik wens u een prettige avond.